Hallo beste kijkers, lieve Rutruk vrienden, welkom bij weer een nieuwe video en deze keer even een uh, tutorial over het scannen van de REL Scania. Ik krijg daar de laatste tijd uh, veel vragen over van hey, er zijn zoveel verschillende soorten templates en uh, verschillende modellen van die Scania. Hoe doe je dat nou? Hoe scan je die nou? Hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe krijg je dat allemaal bij elkaar? Uh, op zich niet zo moeilijk. Ik, uh, ik heb besloten om er even een korte video te maken, dus ik wil het graag aan, ja, in deze video uitleggen aan degene die daar nog niet uh, weet hoe dat moet. Uh, ik open even met Paint en dan, uh, dan ga ik even die mod openen, of op tenminste die, uh, die uh, REL Scania Templates. Dit is van de 4-serie, en dit is gewoon de uh, R en de S-serie. Die kun je zo downloaden op de site van. Uh, Waar je dus ook de Scania download van REL. Eh, tenminste, ook in de Steam, als je hem daar via de Steam Workshop hebt en je klikt hem aan, dan staat in de beschrijving volgens mij ook een link naar de templates, ook naar de vier serie eh, add-ons voor die templates. Nou goed, zal ik zo even eh, openen. Maar inderdaad, je ziet hier een hele hoop eh, verschillende: hè? de drag waar achterop staat, waar de luchtslangen aan hangen. Verschillende soorten bumpers, de hoge en de lage voor uh, afdekplaten, grillen van de 5-serie en 6-serie. De, uh, de line, uh, de, de, de spoilers, de oude en de nieuwe. Uh, de neusvleugels van de R-serie en van de Streamline, allemaal weer wat anders. Dus uh, ja, er zit een heel wat in. Nou, ik open hier even. Hier staat bijvoorbeeld een template van de longline, toplijn. Uh, de exclusief uh, top line en de highline. Nou, het staat er allemaal bij. Het wijst hier vanzelf. Ik open even gewoon de topline. Um, en wat ga ik even nog meer doen? Ik doe de topline line alt. ik doe ik er maar even bij. En uh, wat gaan we er even meer bij doen? Maken we er een R-serie van over? Een streamline. Nou, ik doe er maar gewoon een R-serie van. Uh, nou, ik wilde graag een. Uh, ja, wat zouden we er even bij doen? Een 6-serie of een 5-serie. Grill. Bumper doe ik er maar even bij. Dit is de grill trouwens. <laughs> en een bumper. Een lager, denk ik. Zo een lager doen. Ja, een lager van de 5-serie. Nou, dan ga ik die eerst even openen. En dan zie je hier inderdaad allemaal verschillende templates staan. Dat klopt. Die lage bumper en de grille van de 5-serie en de R-serie onderdeel en de oude spoilers. Spoilers. Dus die zie je hier niet. Hè? Hier zie je dus ook niet die uh, neusvleugels. Niet. Nou, wat ik vaak doe. Dat ik, uh, dit is gewoon de basis template van de topline Zonder die andere onderdeel. Dus je kunt hier nog van maken wat je wilt. Je kunt hier uh, een, een R-serie van maken of een streamline. Nou, ik open dan even die, die oude spoiler mod, zeg maar. En dan is de bewerken, alles selecteren. En dan kopiëren naar die standaard basis, basis template. Zeg maar. En dan plakken als een nieuwe laag. En dan zie je hier die spoiler zal mooi aansluitend erop komen. Uh, dus dat is die spoiler. Dan doe ik die weg voor de verwarring te voorkomen. Nou, dan uh, maken we er een R-serie van. Doe op dezelfde manier. Even alles selecteren. Kopiëren. Weer naar die basis-template. En plak je hier ook weer als nieuwe laag. En zie. Daar komen die uh, onderdelen van de R-serie tevoorschijn. Ik zoom even een beetje in. En uh, dit stukje wat je hier ziet, dat is eigenlijk de binnenkant van die neusvleugel. En hier zit nog zo'n klein half maandje. Die zit hier dan onder in de game? Die kun je dus ook mee paint. Uh, maak je hier een, een, een stream van, dan krijg je weer een andere, een andere en dan krijg je die, die streamlijn. Uh, dat vleugeltje komt hier dan op te staan. Kan ik zo wel even doen? Uh, dan ga ik deze ook weer weg doen. Nou, en de volgende wat we hadden, dat is die aparte 5-serie grill Ook weer precies hetzelfde: gewoon alles selecteren, kopiëren, en dan plak je die ook weer als een nieuwe laag. Op die basis template. En daar doe je hetzelfde met die lagere bumper. Gewoon alles wat je er apart bij wilt hebben, even alles selecteren, kopiëren naar je basis. En dan plakken als een nieuwe laag. En dan zie je hier ook weer in die basis template die bumper tevoorschijn komen. Zo doe je dat met alle onderdelen die je. Nou, hier extra op wilt hebben. Of gewoon nou, die je hier wilt hebben. De nieuwe spoilers, de hogere lagen. Alles komt hierin op te staan. Je ziet het allemaal wel uh, verschijnen. Vervolgens is het gewoon alle lagen uh, neerwaarts samenvoegen. Zo. Nou, en dan zie je dus dat alles in die basis template staat. En nou kun je uh, beginnen met, uh, met, uh, met scannen. Zo simpel is het eigenlijk. Um, ik ga nog even weer terug. Even kijken. Waar? Ik had in één van die lagen uh, dat was die spoilers. Had ik die neusvleugels gedaan geloof ik. Hè? Ja, dat was deze. Dan doet iedereen er even uit. En dan zal ik even laten zien als je de uh, streamline paard doet, wat je dan krijgt. Zie je? Dan krijg je die andere neusvleugels zeg maar ik kan het wel even laten zien alles selecteren kopiëren en dan gewoon plakken als een nieuwe laag en dan zie je hier dat die streamline onderdelen op die neus komen echt heel eenvoudig maar je moet het even weten de AEL scanner is gewoon ontzettend mooi om te scannen uh, op die template zitten dus heel veel verschillende onderdelen heeft hij allemaal mooi apart erin zitten. He? Dat is die, uh, uh, die stijl die hier zit. Het wijst zich allemaal vanzelf. De scania het logo kun je apart scannen. De treeplank, de cijfers, de, de letters, de RAN, voor en de grill Nou, noem maar op. Ik vind het echt een fantastische, mooie uh, mooi template. Je kan hier echt van alles mee doen. Hij heeft mooi alles apart gezet. Uh, size skirts. Als je die oude size wil doen, dan kan ik het nog wel even laten zien die staan hier ook nog op, als het goed is. Uh, de grilde kolf even zien hoor, oh, ja die kan die, dat, dat luchtrek, waar die uh, luchtslangen aan zitten, kun je nog een paar doen. De zijskirts, de, de oude stijl zeg maar, dat is echt heel erg leuk. Nou, op dezelfde manier, alles selecteren, kopiëren en dan plakken als een nieuwe laag. En dan zie je ze hier zitten. En als je zegt van, nou ik wil niet dat die andere, uh, zie, als, want dit zijn de standaard uh, size skirts die erin zitten. En als je zegt van ja, maar die wil ik helemaal niet hebben en ik wil alleen deze hebben. Die oude, uh, oude size skirts. Nou, dan scroll je even naar beneden, dan ga je naar die basis template toe. En dan haal je gewoon dan kijk, ben je er even die, uh, waar had ik die ook alweer? Waar uh, staat die ook weer? Dan moet ik even kijken naar dan geef ik ze altijd een naam Maar deze volgens mij, hè, die 6. Ja, dan doe ik die even uit. Dat wordt er wat makkelijker van. Je gaat dan even naar die achtergrond toe. de basis template. En dan haal je gewoon die zijskurt even uh, knippen eruit. En dan vul je hem even weer met die witte kleur. Dat is wel zo mooi. En dan vink je die oude size even aan? En dan heb je alleen die oude size erop. Nou, zo kun je gewoon alles, alles doen wat je maar wil. Nou, en dan weer neerwaarts samenvoegen. En dan heb je alles weer mooi in één template staan. En kan het scannen beginnen. Echt heel erg leuk om te doen. Nogmaals, het is een hele mooie complete template. Je kan heel veel onderdelen apart scannen. Het is echt heel erg leuk om te doen. Um, ik zal eens even kijken, maar ik zou ook nog even die T-cap uh, laten zien. Oh, de 4-serie, dat is ook zo. Dat zou ik ook even laten zien. Dit zijn allemaal de. Uh, dit zijn de. de die kun je nog een paar doen, maar dit is die 4-serie add-on. Uh, nou heb ik dit al samengevoegd, natuurlijk. Dan uh, ga ik die even helemaal wegdoen. Dus ik ga deze niet opslaan. Die doe ik er ook even uit. En die ook. Uh, en dan ga ik gewoon die basis template even weer, uh, weer openen van de toplijn. Maakt niet uit welke als je het doet. En dan heb je hier die 4-serie add-on template met aparte grill en alle 4-serie onderdelen. Hetzelfde verhaal: alles selecteren, kopiëren op die basis template en plakken als een nieuwe laag. En zie je hier, nou heb je gewoon de gril. En de oude onderdelen. En hier geldt eigenlijk weer hetzelfde. Zie je waar? nou zit die, die grillen zo. Dat zit er allemaal apart in. Zie je dat? Zie? Nou heb je hier geen last van, maar dit, dit eigenlijk wel wat daaronder zit. Ga je even weer naar die achtergrond toe. En je kan dat er zo uitknippen. Zie je wel? En dan doe je hier hetzelfde mee. Alles waarvan je denkt van ja, maar dat wil ik niet in het beeld hebben. Ik knip het er even uit. Hups, oké. Even weer vullen met die kleur. Dat is wel zo mooi. Nou. En dan eh, hou je mooi die vier serie grill. Hou je er mooi in. En dat is ook hier weer. Als je klaar bent met alles toevoegen. Neerwaarts samenvoegen en klaar. Heb je alles weer. In één template te staan. Het is echt heel eenvoudig. Het is hartstikke leuk om te doen. Want nogmaals. Die templates die zijn echt ontzettend uh, uh, handig. er alle onderdelen. Tenminste, uh, de meeste onderdelen er los op staan. Um, de T-serie, ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Hier zit ook weer die 4-serie uh, add-ons zitten er apart bij in. 4-serie onderdelen. En voor de rest is eigenlijk hetzelfde weer. Hetzelfde als ook weer bij de gewone rns serie Het is precies hetzelfde verhaal. Ik kan deze ook nog wel even openen voor de zekerheid. Zie. Hier geldt gewoon hetzelfde weer. Hier kun je ook weer de side skirts en de spoilers allemaal weer apart uh, opplakken. Uh, als een nieuwe laag. Daar moet je wel op denken. Altijd als een nieuwe laag erop plakken. En dan uh, alles samenvoegen, neerwaarts samenvoegen. En dan heb je alles in één template staan. En dan uh, kan het feest van het scannen beginnen. <laughs> nou, ik hoop dat het zo duidelijk is. Um, het klinkt misschien wel heel ingewikkeld, maar het is het niet. Het is gewoon een kwestie van. Uh, alle onderdelen die je erin en wil die templates even selecteren, kopiëren en dan plakken als nieuwe laag in de basis template en dan uh, ja moet het helemaal goed komen volgens mij. Uh, ik wens jullie er heel veel plezier mee en als er nog vragen zijn of er iets onduidelijk is mail maar even. Ik zet het mailadres natuurlijk even weer onder in de beschrijving onder deze video en dan uh, stel daar gerust de vragen en dan zullen we proberen om daar zo Luid en duidelijk mogelijk een antwoord op te geven. <laughs> uh, bedankt voor het kijken, maar weer en heel veel plezier ermee. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En heel graag tot een volgende video, maar weer.